Niet ver van het centrum van Breda ligt de uitvalsweg Graaf Hendrik Drielaan. Aan die laan ligt ook het Graaf Hendrik Drieplein. Op zaterdag 30 augustus vorig jaar, het is bijna 2:00 s'nachts, wordt er in het filiaal van Domino's Pizza nog steeds gewerkt. Ook al is het filiaal zelf al gesloten, tot 2:00 s'nachts worden er nog bestellingen rondgebracht. De laatste bezorger is net op weg terug. Binnen zijn de medewerkster en de bedrijfsleider met het laatste werk bezig. Een paar minuten later komt de bezorger weer terug op de zaak. Zoals gebruikelijk rond dat tijdstip gaan de bezorgers via de achteringang naar binnen. Ik hoorde de bel, toen zag ik dat onze medewerker naar de deur liep. Die zag de bezorger staan. Ze zag alleen de bezorger, ze liet hem naar binnen. En toen kwam er een man mee naar binnen met een bierveldmuts op. Van pure schrik loopt ze snel naar achteren, in een poging om hulp te halen. Ik wil geld! Sneller! Lopen! Terwijl de medewerkster zich niet kan bewegen van angst, doet de bedrijfsleider wat er gezegd wordt. Hij stopt het geld in een blauwe plastic boodschappentas van Albert Heijn. Ik heb meteen geroepen dat we meewerkten, dat ze al het geld zouden krijgen wat ik had liggen. Ik heb het geld meteen overhandigd en hun ook daadwerkelijk laten zien van oké, dit is alles wat wij hebben liggen. Ze zijn redelijk snel weer vertrokken. Kom! Zodra ze genoeg hebben, is het ineens voorbij. Met hun buit gaan ze er weer vandoor. Via de achteruitgang zijn ze gevlucht. Waar ze naartoe zijn gevlucht en waarmee is niet duidelijk geworden. Nu was deze overval op 30 augustus van het vorig jaar. En sindsdien is dit filiaal nog 2 keer overvallen. Overvallen die ook onderzocht worden door ons. En wij komen er in een volgende uitzending op terug. Maar nu eerst de bewakingsbeelden van deze overval. Daarop is te zien wat er die nacht van zaterdag 30 augustus gebeurde bij de Domino's Pizza aan het Graaf Hendrik Drieplein in Breda. Zodra de medewerkster de deur opent, komen niet alleen haar collega, maar ook 2 overvallers naar binnen. De man met het mes is de kleinste van de 2. Hij is zo'n 1,65 meter, 1,70 meter. Hij is licht getint, heeft een tenger postuur, draagt donkere kleding en sprak met een buitenlands accent. De man met de pistool is een stuk groter, zo'n 1,90 meter. Hij is ook licht getint, heeft een breed postuur en sprak zonder accent. Het was vooral voor de mensen die er betrokken zijn, de collega's, erg vervelend, omdat het toch een bedreiging is van een vuurwapen, van een steekwapen. Een meisje die erbij was, die werkt hier inmiddels niet meer, mede daardoor. De bezorger die erbij was, die heeft ook behoorlijk eronder geleden. Die heeft niet meer kunnen werken de maand daarna. Nu heeft hij zijn werkzaamheden weer een beetje opgepakt, maar het heeft een hele heftige impact gehad. Als er iemand is die denkt die daders te herkennen of bij wie een belletje gaat rinkelen als het gaat om de combinatie van die 2, de een groot, de ander wat kleiner en misschien wel rennend gezien met een mes, een pistool en een blauwe Albert Heijn tas, bel dan. De daders moeten haast wel voor de overval in de buurt zijn geweest, om een kans af te wachten of om de boel te verkennen. Wie herinnert zich iets? We zijn ons ervan bewust dat het al even geleden is. Maar toch kunnen er mensen zijn die informatie voor ons hebben waarmee we die daders kunnen vinden. Misschien weet u zich iets te herinneren van wat er voor de overval is gebeurd. Of van en na. Of over de manier waarop die daders verder zijn gevlucht. Elk klein beetje informatie kunnen we goed gebruiken. Het belangrijkste aanknopingspunt in deze zaak zijn natuurlijk de bewakingsbeelden. Ook al dragen ze bivakmutsen en doen ze hun best om niet herkend te worden. Kijk naar hun manier van bewegen. Wie zegt dit iets? 0860-70. Mijn collega's zitten klaar bij de telefoon en via de website kunt u uw tipformulier invullen. En vertrouwelijk kunt u uw informatie delen met de collega's van het Team Nationale Criminele Inlichtingen.